In Vlaanderen hebben we vooral ervaring met kunstmatige verjonging van eik, aanplanten dus. Op een aantal plaatsen, onder andere in het Meerdauwwoud, is zich nu dankzij het beheer van de afgelopen decennia massaal natuurlijke verjonging van eik aan het vestigen. We hebben nog maar weinig ervaring hoe daarmee om te gaan. In Frankrijk is die ervaring wel aanwezig. Collega's van het Franse ONF namen ons op 24 juli 2013 een dag mee in het departement Moselle van de Lorraine, meer bepaald in domeinbossen in Menschkirch, Chimery-les-Deux en Bouzonville. Bijzonder interessant was dat de collega's van het ONF het bezoek zo hadden geregeld dat we op minder dan een dag een chronologisch overzicht van 150 jaar beheer van eik op het terrein konden waarnemen. Ongeveer hetzelfde parcours wordt afgelegd op de Bosgroepenreis 2015, georganiseerd door Inverde. Wat volgt is een verslag, aangevuld met extra informatie over het beheer van gelijkjarig eikenhooghout. Dit is de uitgangssituatie in het domeinbos van Menschkirch. Eikenverjonging is aanwezig en het moederbestand werd al sterk gelicht tot een zeer ijsscherm van overstaanders. Men doet dit op grote oppervlaktes en wordt zo'n 20 tot 30 hectare tegelijk aangepakt. De leeftijd van het moederbestand op de foto is tussen 120 en 150 jaar. Let wel, we zitten hier met het futaie régulier als bedrijfssoort. Het beheer is erop gericht om op bestandsniveau tot homogene eikenbestanden te komen, dus met bomen van ongeveer dezelfde leeftijd en gelijkaardige diameters. In het Nederlands noemt men dit gelijkjarig hooghout. Als de ouderdomsklassen dan ook nog eens regelmatig opgebouwd zijn, dan spreekt men van het regelmatig hooghout. Vanaf de leeftijd van ongeveer 120 jaar, of vanaf het moment dat een bepaalde doeldiameter bereikt is, wordt de verjonging voorbereid. Er wordt gewacht op een mastjaar, een jaar waarin de bomen veel meer eikels dragen dan in gemiddelde jaren. Op dat moment wordt een bezaaiingskap uitgevoerd, une coupe d'ensemencement. Belangrijkste doelstellingen zijn om voldoende licht op de bodem te brengen voor de lichtminnende eikenzaailingen, om een zogenaamde fenotypische selectie door te voeren, zodat enkel bomen van beste kwaliteit als zaadboom zullen dienen, en om eventueel ongewenste soorten te verwijderen. Vanaf de verjonging gevestigd is, wordt het scherm dan om de 3 à 6 jaar via zogenaamde voortschrijdende lichtingskappen verder verwijderd. Er vinden 4 tot 7 van die kappen plaats. Deze fase duurt 10 tot 30 jaar. Op de foto's die volgen is enkel het gelijkjarig hooghout van eik te zien. Niet met de Franse slag dus, maar strikt volgens het boekje. Dit systeem werd vanaf 1825 door Bernard Lorentz, de eerste directeur van de bosbouwschool van Nancy, gepromoot. Op dat moment overheersten hakhout- en middelhoutsystemen. Men zocht naar systemen die beter de behoeften aan zwaarzaaghout konden dekken. Het is ook vandaag nog altijd interessant om de verschillende fasen van dergelijk beheer in de praktijk te zien, om een aantal concepten beter te begrijpen die ook in het hedendaags natuurlijk bosbeheer van belang zijn. Zoals bijvoorbeeld de noodzaak van beheermaatregelen in zeer jonge bossen, het belang van het omslagpunt en het verschil in focus tussen het beheer van jong bos en van oud bos. Dit is dezelfde locatie, maar 8 maanden later, op een avond in februari 2014. De laatste lichtingskap is uitgevoerd. Dit is dus echt wel een zeer ijl bos. Dankzij de lichtingskappen gedijt de natuurlijke verjonging goed. Maar waar zijn die eikjes? Op de foto kan je in de groene massa vooral bramen herkennen, een paar essen en wat gaagbeuk. Er stond ook nog wat boswilg en sporadisch een elsbes, Sorbus storminalis. Waar zijn die eikjes? Hier zijn die eikjes. Op deze foto heb ik er 11 gevonden op ongeveer 5 vierkante meter. Als je op het terrein staat, vind je er nog veel meer. Zonder beheer zullen maar weinig eikjes de concurrentie met bramen en haagbeuk overleven. Het is dus nodig om de eikjes vrij te stellen, maar dan wel op een manier dat je niet alles plat loopt. Men doet dit door nu al de ruimingspistes te plannen en daartussen om de 4 à 6 meter een gangetje doorheen de vegetatie te maaien, de zogenaamde cloisonnement culturel. We zouden dit vrij kunnen vertalen als een ontsluiting door middel van kijkpaden voor de verzorging van de verjonging. Vanop die paadjes kan een arbeider nu vrij vlot de eikenzaailingen vinden en concurrerende vegetatie rondom verwijderen. Het werk blijft overzichtelijk en er wordt weinig platgelopen.
Het vrijstellen van de zaailingen, le dégagement de semis, gebeurt ofwel manueel met een kantzijs ofwel met een bosmaaier. De paadjes kunnen aangelegd worden met behulp van een kleine tractor, met vooraan een klepelmaaier gemonteerd. Worden de boompjes hoger en dikker, dan kan het vrijstellen nog altijd met de bosmaaier gebeuren, maar ook met een gertelmes, silkiezaag, bijl of kapmes. En dit is opnieuw dezelfde locatie op een avond in februari 2014. Bramen en andere concurrerende vegetatie is afgemaaid. Het eikje op de foto wordt zo een handje geholpen in de concurrentie om licht en voeding. Het vrijstellen van de zaailingen begint als de eikjes zo'n 30 cm hoog zijn en eindigt als ze ongeveer 3 meter hoog zijn. Bij een terreinsituatie zoals op de foto te zien was, neemt het aanleggen van de kijkpaden en vrijstellen van de zaailingen ongeveer 2 dagen per hectare in beslag en kost dit ongeveer 1000 euro per hectare. Als de eikjes wat ouder zijn, duurt dit natuurlijk minder dan een dag per hectare en zakt de prijs tot ongeveer 300 euro per hectare. Het duurt een kleine 10 jaar vooraleer eiken een hoogte van 3 meter bereiken. Die eerste 10 jaar wordt bijna jaarlijks vrijgesteld. Dit komt neer op een kost van ongeveer 3000 euro per hectare gedurende de totale periode. Dit is een kost die vergelijkbaar is met planten en vrijstellen, maar als je plant heb je niet de voordelen van het gebruik van natuurlijke verjonging. Hoge wildstand kan in deze fase voor problemen zorgen. In Frankrijk wordt dit opgelost door een intenser afschot gedurende die periode. We zijn in het volgende bestandsontwikkelingsstadium aangekomen, de dichtwas. Deze fase begint op het ogenblik van de primaire kroonsluiting, in dit geval als de eiken ongeveer 3 meter hoog zijn, en loopt tot de onderste takken door natuurlijke stamreiniging beginnen af te sterven. En zo ziet een dichtwas eruit. We bevinden ons in het domeinbos van Chémery-les-Deux. De gemiddelde leeftijd van de eiken is 14 jaar. Moest je een foto nemen in het bestand, dan zie je natuurlijk enkel een donkere massa stammetjes, takken en bladeren. Vandaar een foto van op de weg met enthousiaste toehoorders op de voorgrond. Hier is het zeer duidelijk dat het zonder kijkpaden onmogelijk is om in een dichtwas te werken. In sommige varianten van het regelmatig hooghout wordt in deze fase een zuivering uitgevoerd, le nettoiement, het wegnemen van bomen op basis van negatieve selectie. Soms wordt ook een uitdunning uitgevoerd om het stamtal te verminderen, een depressage. Doel van dit laatste is om de hoogte-diameterverhouding van de boompjes wat te regelen. Te lange dunne boompjes kunnen anders na het vrijstellen beginnen doorhangen. Hier in Chémery-les-Deux werden wolven, dat zijn takkige voorlopers, verwijderd en werden indien nodig concurrenten van kwaliteitsbomen verwijderd. Doel was om ongeveer elke 3 meter een eik van goede kwaliteit te verkrijgen. We zijn in een latere fase van de dichtwas aangekomen, le gouli. De onderste takken zijn grotendeels afgestorven, maar de stammetjes zijn nog buigzaam. In het Nederlands noemden we dit vroeger het geerthout, maar de term is in onbruik geraakt. Jongwas en dichtwas samen vormen de fase van de kwalificering, periode de qualification of ook wel periode de compression genoemd. Dit is dus de oorsprong van de term kwalificatiefase bij het toepassen van de QD-methode. De boompjes zijn snel in de hoogte gegroeid en er vond natuurlijke stampreiniging plaats doordat ze dicht op elkaar, gecomprimeerd dus, opgroeien. Als alle ingrepen goed zijn uitgevoerd, vinden we tegen het einde van de fase een behoorlijk aantal boompjes die zich gekwalificeerd hebben om later minstens zaaghout en misschien nog betere kwaliteit te kunnen leveren. Die boompjes staan te midden van een massa andere boompjes van zeer variabele stamkwaliteit. Op lange termijn, dus 120 jaar of meer bekeken, is de zogenaamde verpleging van jongwassen en dichtwas een investering die loont. Op korte termijn bekeken, kosten de ingrepen geld en krijg je er niet onmiddellijk iets voor terug. De afgelopen 20 jaar werd in Vlaanderen weinig aandacht besteed aan beheeringrepen in jonge bossen. Wil je in de verre toekomst bossen waar meer stammen van goede kwaliteit aanwezig zijn, dan moet dit veranderen. Tot nu toe deden we aan bestandsverpleging. Overal in het bestand, een gelijkaardige ingreep uitvoeren, afhankelijk van de leeftijd, soortensamenstelling en andere bestandskenmerken. Maar dit verandert nu. Vanaf de staakhoutfase schakel je over naar boomgericht beheer. De focus van het beheer ligt nu op de bomen van de beste kwaliteit. Op regelmatige tijdstippen wordt er gedund
Bomen die de ontwikkeling van bomen van de beste kwaliteit verhinderen, worden gekapt. De omschakeling gebeurt rondom het zogenaamde omslagpunt. Dit is een periode, een tijdstip, kort na de culminatie van de hoogtegroei. Wat betekent dit? Voordien groeide de boom elk jaar een stukje verder in de hoogte dan het jaar ervoor. Vanaf nu blijft de boom nog altijd elk jaar een stukje hoger groeien, maar de lengte van elke jaarscheut is hetzelfde of kleiner dan die van het jaar voordien. De gemiddelde diameter op boshoogte op het moment van het omslagpunt schommelt rond de 20 centimeter. Donc, c'est fini met de periode de qualification. Verspreid over het bestand staan een hoop bomen die een mooie rechte stam hebben gevormd. Nu moeten de dimensies van die stammen aandikken. We zitten in de periode de grossissement of de periode de dimensionnement. Je kan dit vroeger of later beginnen. Je kan zwak of sterk dunnen. Vroeg beginnen doe je als de bomen een gemiddelde hoogte van ongeveer 8 meter hebben bereikt. Nagelang de standplaats selecteer je maximum 60 tot 100 toekomstbomen per hectare. Je stelt de toekomstbomen rondom vrij, dat noemt détourage, en indien nodig snoei je manueel op tot 5 à 6 meter. Dit betekent dat je op het einde van de rit mogelijk twee blokken fineer hebt van 2,5 meter, of toch minstens planken en balken van ongeveer 5 meter lang. Het is ook de hoogte waarop het nog doenbaar is om met een stokzaag te werken. Deze vorm van gelijkjarig hooghout was een van de inspiratiebronnen van de QD-methode. Wil je niet investeren in het opsnoeien van bomen, dan wacht je met de eerste dunning tot de gemiddelde hoogte ongeveer 14 meter is. De natuurlijke stamreiniging zal dan automatisch tot stammen leiden waarvan de eerste 5-6 meter takvrij zijn, of de takken daar toch minstens volledig zijn afgestorven en in de meeste gevallen er vanzelf zullen zijn afgevallen. Je kan nog langer wachten tot het bestand gemiddeld 16 à 18 meter hoog is en dan een voorzichtige dunning uitvoeren. Het voordeel is dat je stammen oogst van dimensies die al kunnen verkocht worden. Maar er is sterke kans op waterlot na de eerste dunning en het aandeel stammen van hoge kwaliteit neemt af. In het domeinbos van Bouzonville koos men voor de snelle variant. Op een leeftijd van 24 jaar, dus bij een gemiddelde bestandshoogte van een goede 8 meter, werden ongeveer om de 5 meter potentiële toekomstbomen aangeduid. Dit gebeurt door een arbeidersploeg. Enkel de concurrerende bomen die de kroonontwikkeling van de potentiële toekomstboom bedreigen, werden gekapt. Er werd in dit geval niet opgesnoeid, behalve indien als toekomstboom een boskers werd gekozen. Selectiecriteria waren rechte stam van minstens B-kwaliteit en voldoende takvrije stamlengte. Dit is een toekomstboom van ongeveer 32 jaar. Het is duidelijk dat niet werd opgesnoeid. Er zit wat kromming in de stam, maar bij eik kan dit er nog uitgroeien. Als je kijkt naar de gevorkte stammen rondom, dan is dit inderdaad de beste toekomstboom op deze plek. In principe komt men hier om de 6 jaar terug, waarbij men meestal dezelfde toekomstbomen verder vrijstelt, maar indien nodig ook nog een nieuwe toekomstboom kan kiezen. In een meer intensieve versie zou de vuistregel zijn om elke 3 jaar te dunnen, namelijk bestandsleeftijd gedeeld door 10. En zo ziet gelijkjarig hooghout van eik eruit op een leeftijd van een goede 70 jaar. Rien ne va plus. Alle sturende ingrepen zijn gebeurd. De volgende 50 tot 70 jaar wordt om de 6 à 12 jaar een hoogdunning uitgevoerd om de toekomstbomen verder te helpen. Snelgroeiende soorten worden al geoogst. Dit alles duurt tot er zich opnieuw een gelegenheid voordoet voor een bezaaiingskap. En speciaal voor Vlaanderen, welke lessen kunnen we hieruit trekken? Ten eerste, om de aanwezige natuurlijke verjonging van eik kansen te geven, moet je drastisch ingrijpen over voldoende grote oppervlakte. Wil je op het einde van de rit veel stammen met goede kwaliteit, dan is het belangrijk om ingrepen uit te voeren in de jongwas en de dichtwas. En tenslotte, sommige ideeën die aan de basis liggen van QD-beheer werken blijkbaar al een kleine 200 jaar. Dit is een voorlopige versie speciaal voor de deelnemers aan de bosgroepenreis van Inverde. Later zal dit verder worden bijgewerkt en aangepast.